Iedereen heeft natuurlijk over Alex Kroes, een nieuwe directeur. Die zou pas per 15 maart 2024 beginnen. Ja. Alleen er is, meen ik, volgende week is een gesprek tussen Ajax, Michael van Praag en Louis van Gaal. Samen met de directeur van AZ, Robert Eenhoorn. En de RFC-voorzitter René Nelissen. Zodat zij hopen om Alex Kroes per 1 januari 2024 als directeur van Ajax te kunnen presenteren. Nou, dat zou, dat zou op zich op goed nieuws zijn, want ja... Ja, maar over Jan van Hals natuurlijk. Drie maandjes gaat het dan om. Ja, ja, ja. Dus, maar ja, nu hebben ze natuurlijk Jan van Hals, ja, die... Daar wil je niet mee door als directeur, joh. Die hebben zo'n puinhoop van gemaakt. Maar dat betekent ook dat Maurie Stijn tot die tijd blijft zitten? Of hoe werkt dat? Nee, nou, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Ajax had wel een plan B al, maar totdat Van Gaal kwam. En dat plan B was eigenlijk Mitchell van der Gaag. Oh, okay. Die van de assistent van Erik ten Hag bij Manchester United. Die, ja. Die hadden zij benaderd. Maar daar was niet over te praten, want... Ten Hag ligt natuurlijk ook onder vuur in Engeland. Ja, maar als hij over 2 weken ontslagen is... Ja, dan zou het kunnen. Dan kan je ook Ten Hag ophalen. Ja. Dus vandaar. Dus dat speelde achter de scherm. Maar ja, nu bepaalt Louis van Gaal natuurlijk alles. Dus... Maar het komt allemaal weer omdat het arrogante Ajax gaat zo'n directeur benaderen... en hebben niet het verzoen om van tevoren even contact op te nemen met AZ. Ze willen met jullie directeur gaan praten. Ja, ja, ja. Daar komt het weer dat door. Dat stoort de Eenhoorn natuurlijk verschrikkelijk. En zo gaat het natuurlijk iedere keer bij al die werknemers. Ja, maar Ajax denkt dat ze boven de wet leven. Ja. Dus nu heb Van Praag, die heeft dan niks in afspraak. Eigenlijk zouden ze afgelopen zondag al wat... met elkaar doen. Alleen toen kwam AZ in de file terecht. Want er was natuurlijk een chaos op die A10 rond Amsterdam. Kwam ze in de file terecht? Ja, dat was echt Alkmaar Amsterdam afgelopen zondag. Ja, ik heb het ook geprobeerd. Ik was ook... Ik heb het niet gered. Jij hebt het niet gered? Ik heb gewoon die wedstrijd niet gered. Ja, ik ben heel snel naar de krant gereden. Ja. Om die wedstrijd te zien. Wat gebeurde er allemaal op die A10 dan? Dat heb ik niet helemaal weet ik niet. Ja, hele A10 stond dicht. En ik stond in de file, dus vandaar. Okay. En dat gold ook voor AZ, want die kwam natuurlijk uit Alkmaar. Hetzelfde als die keer dat je niet naar Madrid ging, omdat je dacht dat toch al gespeeld was. Nee, maar ik dacht hier wel dat Ajax zou verliezen, hoor. Dat wist ik bij deze wist ik wel zeker. Oh, oké. Okay. Ja. Zo sta je er wel in. Ja, ja. Maar hoe lang gaat Stijn nu nog blijven, denk je? Die zit nog nu tot 1 januari. Ik denk, kijk, andere bestuursraad, andere raad van commissarissen, andere directie. Denk jij dat de trainer dan blijft zitten?